Goedemorgen. Goedemorgen, hè. Wij gaan pannenkoeken. Ik ga pannenkoeken maken. We hebben zo'n... Wat, hè? Ah. Niemand ziet u vijf antennes op uw kop, hè? Heb je mijn kop al eens gezien? Hallo. Ik heb zo'n glutenvrije mix, deze. En daar moesten we eitjes bij doen en amandelmelk. Nu ga ik ze bakken. Ready, hè? Het zijn er niet zo heel veel, maar ja, ik kan er altijd bij maken. Kimmy. Staat er nog iets liggen? Hoe bezig, hè? Werken ze? Werken, hè? Allee. Ja, jij gaat mij werk helpen, hè? Ik? We gaan samen gezellig de afwas doen. Ja. Ja. Ik dacht hier met mijn Milky. Ik kan Milky. Voilà. Ja, en wie is er nu aan het werken? Goed zo, flink. Dank u. Ik heb mij ondertussen gedoucht. En wat gaan we doen? Maskertjes. Maskertjes! Woep woep! Ik vind dat zo fijn. En Niels is altijd het slachtoffer, maar hij moet meedoen. Maar hij vindt stiekem ook wel een beetje fijn, hè? Heel fijn. Gedaan. Ja, hier nog. Oh ja, dat moet nu ook weer niet te zijn, hè? Nee, nee, maar het was niet mooi afgerond. Zelfs was ik dat eraf. Voilà, ze. Ensemble bij de rode duivels. Allemaal samen. Een baby. Mijn baby, oh. Mijn Milky ligt daar. Milkje, daar schat die. En we zijn het nieuws aan het kijken. Om toch een beetje op de hoogte te blijven over alles natuurlijk. Netflix marathon. Allee, marathon. Eerste aflevering van, hoe noemt dat nu weer? I'm a killer, denk ik. That's how to get away with murder. Nee, ja, dat is iets anders. Maar dat moet naar het schijnt ook goed zijn, hè. En Milky ligt daar in zijn stoeltje. Cute. Milky. Hey, baby. Love you. Ondertussen ten huize Loop. Mooi. Met de roze tekentjes en roze kussentjes. Cute, Salle. Cute. Gaan we film kijken, de Spencer Confidential op Netflix. Ben benieuwd. Niels wil hem heel graag zien. En we zijn nog even aan het wachten, want ik ben pasta aan het koken. Ja, oeh, mag ik pasta eten met deze potsaus. Met olijven van de Lidl, maar dat is wel heel lekkere saus. Pasta is klaar. Dan gaan we nu de film beginnen. Film is gedaan. En? Goed. Ja, vond hem ook wel goed. Hij was wel
tof. Alleen niet super goed vond ik nu ook weer niet, maar het was wel oké film om te kijken. Nu gaan we ja, dat kijken, Toy Boy. Dat wil je niet kijken. Jij wilt dat kijken? Ik weet niet. We gaan even denken wat we gaan kijken. We hebben ondertussen van de zetel een bed gemaakt. Woehoe, top hè? Quarantainebed. Quarantainebed. Hier gaan we blijven slapen en wonen de komende 3 weken. Oh, ik zou me wel gaan vervelen na een tijd. Alhoewel, nee. We gaan heel Netflix afkijken. Komt goed. Ondertussen zijn we verhuisd naar Geel en zitten bij Niels. Hij heeft net een goal gemaakt, hè. We hebben het gemist. Lappen. Spijtig. Ik denk de mensen dat ik nooit een goal maak. Ik maak heel veel goals. Ja, je bent wel goed in FIFA. Altijd zo'n 9-0 en zo. Bam! Kan hem, ze? Sowieso. En ik was dus aan het monteren, wou ik zeggen. Dus dat is wat we aan het doen zijn. We zijn ook het nieuws aan het kijken. En ik ga direct beginnen met koken. Of heb je nog geen honger? Ik heb dus 5 koeken gegeten. 5 koeken? Ja, 5 doen we niet. Bananenbrood en een havermoutkoek. Dus je hebt nog geen honger? Of? Ja, dat kan altijd. Ja, het is al 7:30, dus pak als het eten klaar is, is het 8 uur. Ja. Wordt het anders niet te laat? Of wil je pas om 8:30 eten? Dan wacht ik nog even. 8:30 is nog oké. Okay. Ja, oké, okay, dan wacht je nog tot 8:30. Hij heeft weer een goal, hè? Kunnen we dat nu zien? Ja, nee, ik heb hem al weggeklikt. Ah, hoeveel is? Maar ik zal nog 5 maken. Ik ga proberen. Allee, maak nog 1. Kom maar aan, hè. Ja, te laat is gedaan, hè. Ah, oei. Oeps. Maar je zit goed bezig. Klap, hè. Het is een no to racism. Maar je bent gewonnen, hè. No to racism, hè. Dat is mijn vlag. Ja, oh ja. Goed? Ja. Als er trouwens iemand een Beringen is, of allez, een groot Beringen, dus Paal, Beringen, Mijn, Beringen, Koersel. Nee, niet tegen u wil verliezen. Oh, die hulp wil voor dus oudere mensen of zo, als die niet zelf naar de winkel willen. Of als iemand niet met zijn hond kan gaan wandelen. Of babysitten, dan kunnen jullie deze nummer contacteren. Want mijn zus en haar scouts, die stellen hun eigenlijk ja, als vrijwilliger op. Dus dat is wel een mooi idee, vind ik. Het is bijna 8 uur. Ik ga het eten beginnen. Gaan we die zalm doen, hè? Met asperges. Of wil je spinazie? Spinazie is lekkerder dan ik in de week. Zalm doen, asperges en zoete aardappelen. Is dat hier, denk ik? Zoete aardappeltjes. Food is ready. Dit is mijn bord. Dit is zijn bord. Yummy. We hebben net gegeten. Vond je het lekker? Heel lekker. Het is ondertussen al 9:30 of zo, denk ik. Ga ik het afwasmachine opzetten? Ja. Goed zo. Klink. We gaan ook hier de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up. En we zien jullie snel. Ciao.